Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Hoe kan ik Rudolf redden? Hoe kan ik Rudolf redden? Neergeschoten? Dat meent u niet. Vader. Rudolf, kijk, dit heb je verknald. Dit heb je verknald, Rudolf. Nee, Roy, schiet niet. Is hij dood? Hij lijkt dood. Hier. Een cadeautje. Hey, Henny, ik heb veel van je gehoord. Kom even zitten. Ik ben naar jou verwezen eigenlijk door Gregor Meijer.
Die ken je wel, hè? Ja, die kennen wij. Ja, hij heeft me over jou verteld dat je ook heel erg bezig bent met het evangelie, met evangeliseren, dat je de opvolger bent van Patrick Peters. En ja, daarom ben ik eigenlijk naar je toegekomen om eens te praten over het geloof natuurlijk. Ja. En ja. Ik ben door Gregor eigenlijk overtuigd dat die hele gnostiek allemaal onzin is. En dat het helemaal niet voorstelt, omdat Jezus namelijk echt is en leeft. En dat je door hem tot genezing kan komen. En dat sprak mij heel erg aan. Dus je bent bekeerd, hoe is het gegaan? Ja, ik ben volledig bekeerd. En ik heb gebeden en ik voelde een kracht in mij komen. Waardoor eigenlijk mijn hele wezen, mijn hele leven is veranderd. Oké. Okay. Het was de mooiste ervaring die ik eigenlijk in mijn leven heb meegemaakt. Dus je bent aangeraakt door Jezus? Ja, dat kan je wel zeggen. Een hele bijzondere ervaring. Wat kan ik voor je doen? Ja, mijn vraag is dus, ik heb het er met Gregor over gehad, of ik dus eigenlijk genezen kan worden. Want ik heb gelezen in de Bijbel dat als je het echt wil, dat God dat ook kan doen. Dat klopt. Dus vandaar dat ik bij jou kom. Oké, laten we... ik weet niet precies hoe het is gegaan. Dus voor de zekerheid doen wij altijd het zonders gebed. Zodat dat goed is. Wilt u mij nazeggen? Ja. Vader in de hemel. Vader in de hemel. Ik kom tot u. Ik kom tot u. Ik geef mijn oude leven op. Ik geef mijn oude leven op. En ik geef mijn hart aan u op dit moment. En ik geef mijn hart aan u op dit moment. Vergeef mij alle zonden. Vergeef mij alle zonden. Maak mij een nieuw mens. Maak mij een nieuw mens. Ik bid dit in Jezus' naam, amen. Ik bid dit in Jezus' naam, amen. En God zij dank. God zij dank. Dus als het goed is, gaat u ervaren wat de Heilige Geest is. En hij zal over u komen wanneer u daar werkelijk over gaat vragen aan God. En hij zal u openbaren wat er dan gaat gebeuren. Mm-hmm. Oké, we gaan... kort even voor uw voet bidden, want u had heel veel last van uw voet, toch? Ik ben geboren met een voetafwijking, ik loop met een stok. En dat gaat dan wel, maar ja, het is natuurlijk altijd beter om twee gezonde voeten te hebben. Oké, hoe is dat ontstaan dan? Ik ben zo geboren eigenlijk, het is een kromgegroeide voet. Oké, dus u bent zo geboren? Ja. Oké. Laten wij een gebed doen. Ik heb hem vermoord. Ik heb Rudolf vermoord. En dit is het masker. Dit gaat mij helpen. En ik ga het strijkijzer opblazen. Dat is een leuke hobby voor mij. God, we komen tot u en we gaan bidden voor Henny Monsos voet. Ik bid u, Vader, of u deze voet zou aanraken. Of u deze voet wil genezen. Wilt u dat op dit moment doen? U voelt nog steeds niks? Er gebeurt nog niet veel. Oké. In Jezus' naam, wilt u deze voet genezen? Ga uit deze voet nu. Gaat weg in Jezus' naam.
En nu? Ik voel iets. Ja. Je ziet er verandering komen. Ik voel een tinteling door mijn voet gaan, alsof... Ja, alsof die helemaal gezond wordt, eigenlijk normaal wordt. Oké, dat is de bedoeling. Ja, fantastisch. Ik ga wel eens lopen. Ja. Ik kan die stok wel wegdoen. Ja. Deze zei de heer.